8 politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Paula Jorritsma, lijsttrekker voor Progressief Altena. Jorritsma is sinds 2014 wethouder voor de gemeente Woudrichem. Progressief Altena is een krachtenbundeling tussen de partijen PvdA, GroenLinks en D66. Jorritsma noemt de gemeentelijke fusie de kroon op het werk. De partij heeft zich altijd bekommerd om een gemeentelijke fusie. Progressief Altena, en daarmee ook Paula Jorritsma, was altijd groot voorstander voor het sluiten van de gemeentehuizen. Toch zal het haar bedoeling ook zijn om vanaf 1 januari 2019 plaats te nemen in het gemeentehuis in Almkerk. Ik heb voor deze locatie gekozen in Giezen-Rijswijk, het sportcafé, omdat sinds kort hier de Hartenbrigade te vinden is. De Hartenbrigade vind ik echt een hartverwarmend initiatief van Nicolette van Andel en haar team. En ze zijn al een poosje bezig, eerst vanuit Woudrichem, maar nu zitten ze hier in Giezen-Rijswijk en ze zijn actief voor heel Altena, werken samen met andere clubs en dat doen ze voorbeeldig. Ik ben de politiek ingegaan, ik denk in 2012, toen werd ik lid van de Partij van de Arbeid. Daarvoor was ik een poosje lid van D66 en GroenLinks vond ik ook heel interessant. En dat deed ik omdat er allerlei taken vanuit Den Haag naar de gemeente zouden gaan. Met name zorgtaken. En toen dacht ik, nou, het wordt gewoon tijd om kleur te bekennen. Voor de nieuwe gemeente Altena is het denk ik ontzettend belangrijk dat we vanuit de dorpen gaan werken. We zijn nu 3 toch relatief kleine gemeentes en we worden straks best wel een grote gemeente. En dan is het kunst om die lijntjes kort te houden. Want volgens mij waardeert iedereen dat heel erg. Dus volgens mij is dat de kunst om dat te doen vanuit die 21 dorpen. Als ik de tijd die ik nu aan de politiek spendeer anders zou mogen invullen, dan zou ik denk ik ook wel een beetje teruggaan naar mijn vak. Ik ben historica. Wat me ook wel heel erg interesseert, dat heb ik echt beter leren kennen nu ik wethouder ben, is het sociaal werkbedrijf. Dat vind ik echt heel erg interessant, ook heel mooi om te doen. En van oudsher ben ik actief voor Amnesty International als vrijwilliger. Dat staat nu op een heel laag pitje, maar dat vind ik ook een hele mooie club. Met 100.000 euro kun je natuurlijk heel veel dingen doen. Aan de andere kant heb ik ook geleerd de afgelopen jaar dat je kunt in één keer geld uitgeven. Het is ook heel fijn als het structureel is. En ik zou graag 4 mensen voor aan het werk helpen. 4 mensen met, zoals ze dat heet, een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan zou ik het liefst willen dat ik dat geld structureel kon houden. Want dan kun je ze ook aan het werk houden. Wat de inwoner van Altena van mij moet weten, is dat ik heel graag fiets en dat ik heel graag loop. En dat ook wel heel erg graag heel erg lang doe, door ons gebied, maar ook door andere gebieden. En dat zit ook wel in mijn aard. Als ik 1 keer bezig ben, dan ben ik vasthoudend, bijt ik me ergens in vast en dan laat ik niet los.